ik. Oh, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan Jolijn en Sophie, die gaan Martijntje en Marisciano lekker omkleden. Hè, dames? Ja. Nou, gaan we vertellen wat ze aankrijgen dan. Nou, Martijntje heeft zijn kerstkleertjes nog aan. Dus ik dacht, het is nu wel tijd. Dus ik heb dit mooie shirtje met een stoere spijkerbroek. En dan kijk ik nog of ik zijn haartjes ga doen of dat ik een mutsje of zo doe. Maar volgens mij is dit wel een leuk stoer outfitje voor een alledaagse dag. Vooral in de vakantie. Okay, nou, Richard wordt omgekleed, maar ik heb Rosalie erbij gelegd, want ik wou ook nog haar, haarbandjes laten zien. Hij krijgt natuurlijk een verschoonde luier om. Dit schattige, deze rombar. Wacht, ik zou hem even zo laten zien. Die romper, dit is gestreepte broekje. Trouwens, ik heb mij dus toen net ook een shushu neergelegd om de haarbandjes te laten zien, want Martijntje is geen meisje, dus met dit shirtje. En aan de achterkant op zijn op dit stuk, ik kom er even niet op welke naam, daar heeft hij nog een keer sterretjes. We hebben een fotoshoot gehad vandaag, was echt super leuk. We zitten nog helemaal in de make-up en zo. En ze heeft een moedervlek. Kijk, ze heeft een moedervlek. Nou, ik heb dus ook poppen, maar ik dacht, deze krijg je ook wat haarmandjes. En zal ik maar beginnen met die te laten zien? Oké. Trouwens, hij heeft net een nieuwe luier om. Dus, en hij heeft er altijd twee om. Dus misschien doe ik deze keer één om. Wacht, mag ik nog even iets zeggen? Ik heb een mooie paarse kleur gekozen. Als jullie het kunnen zien. Ja. Mooie paarse kleur. Kijk, deze heeft me heel veel moeite gekost. Ik heb er een kroontje. Oh, niet te veel. Ja, ik heb een kroontje van kant gemaakt. Ik heb driehoekjes geknipt en ik heb toen dat op deze lijkt ook op een kroontje. Op een klein stukje geplakt, Sophie. Ik heb toen op een klein stukje geplakt en dat weer op een groter stuk en dan dat op een haarband. Dus deze vind ik echt super schattig. En dan gaan we door naar degene die ze op heeft. Ze heeft een mooie met alle bloemetjes en die heeft roze kanten wat goed past bij de jurkje. Jolijn, je hebt blauwe handen. Ja. Het maakt niet uit. Ik was mijn handen aangepast in het foto. Deze is met ongeveer dezelfde, maar dan ook met de roze. En kijk, bijzonder kleurtje. Bijzonder kleurtje is het. Dus ik vond deze ook wel mooi. Ik heb er nog iets van 3 te gaan. Even kijken. 2. Deze heb ik nog met elastiek. Met 3 kleine schattige roosjes. Van mama moest je met elastiek. Maar toen heb je toch met dat gedaan. Ja, eerst moesten we met elastiek. Maar ik heb vond maar dat kant ook heel mooi. Dus ik krijg het niet mooi op beeld. Maar ja, kijk, dit is... Jullie dat doet, geef eens. Nee, ik heb hem net een mooi beeld. Kijk, met dat roze en dat groen en dat paars vind ik mooi. En dan heb ik nog één met elastiek. En die is wel heel veel. Oké, dit lijkt echt heel gek. Je kan hem ook als armbandje eventjes omdoen. Misschien helpt dat. Nee. Ja, zo. Het is goud. Wit, goud, wit, goud, wit. Een soort oranje, groen, geel, huidkleurachtig. Het is nu niet heel mooi te zien, maar die heb ik dus ook. Dat waren de 5
haarbandjes. Sophie, ga jij nog maar. Okay. Nou, ik laat eerst die van haar zien. Ik haal hem even van haar hoofdje af. Dit was mijn allereerste die ik vandaag maakte. Ik vind het net op een kroontje lijken, want het, oh my god. Hier zie je dus paars. Erboven zie je een beetje beige. Het is niet geel, het is ook niet, het is ook niet wit. Dat is wit en dat is roze. Ik hoop dat ik het nog allemaal, want het ding is even te fel. Ja, ja. Ik heb hem erop gekregen. Dan ga ik door. Ik grabbel even in mijn tasje. Nou, deze zagen jullie ook al bij Kiba Mama. Deze. Ik zal hem mooi opproberen te krijgen. Ja. Kijk, ik heb het strikje expres een beetje schuin geplakt. Ik zou ook laten zien hoe die bij er staat. Ik heb ondertussen even mijn handen gewassen. Ja, ga verder. Ik zou ook eventjes laten zien hoe het bij er staat. Kijk. Zo staat hij bij haar. Ik grabbel weer in een zakje. Oh ja, deze. Oh, die roosjes is moeilijk de kleur. Maar je moet even zoeken. Ja, groen. Weer die een beetje zacht roze. En blauw. Ik zal weer eventjes laten zien. Kim staat hier. Ja, als we naar me te kijken van, what are you doing? Deze, zwart stukje. Ik ga er nu even snel doorheen. Ja, goed. Ja, jullie hebben ook mooie haarbandjes gemaakt, hè? Vier, dat is volgens mij de laatste, ja. Ja. En ik heb dus hetzelfde als Jolijn gedaan. Ik leg haar weer even weg. Dus allemaal verschillende kleurtjes. En geen één roosje is hetzelfde kleur. Leuk, hè? Kun je dat zien? En nou een beetje. Oh, het is een beetje. Kijk, het licht is een beetje fel, inderdaad. Een roze, een groene, een witte, een beige, een zalm, een blauwe. Een mintgroene. Oh, dit is een gele trouwens. En een paarse. Huh? Ja, die zou ik ook op haar hoofdje laten zien. Maar ze kan niet passen. Zo. Ik doe ze allemaal weer even in mijn tasje. Kijk hoe schattig het tasje trouwens is. Heeft Kim meegenomen. Nee. Ja, ik heb dat. Zo, die zit dicht. Doe ik haar dingetje weer op. Haar elastiekje. En Jolijn mag er weer bij komen, want we gaan omkleden. Oké. Okay. Ja, zij liep weg. Ja, ik was even bij de baby's van mama en Kim. Gaat de statie. Zo. Ik hou haar ook eventjes weg. Ze gaat ook bij de baby's. Misschien moet hij iets erachter. Nee. Zo, Sophie. Oh. Sophie, niet te schuilen. Oké, ik begin alvast. En
dit is een heel gek pakje. Toen ik ging aankleden op die video, zagen jullie ook hoe verbaasd ik was. Het was echt heel gek hoe dit zat. Ik weet het nog ongeveer. Maar ik doe het ook niet zo vaak meer. Dus als ik het doe, dan gaat het ook heel lastig. Waarom zit hij zo gek dan? Ik weet het niet. Het is een gek stofje en het ging helemaal draaien tijdens het aankleden. Dus, moet ik die video nog maar even kijken? Ja, het was wel een hilarische video. En we leggen mijn verzaal, het muntje gaat af. Even optilt. Ja. Blijf wel hetzelfde muntje. Dit is echt een beetje... zacht stof ook. Alleen het is een beetje lastig, dus ik... Nou, Kim, kijk dit. Het is een beetje strak. Beetje strak. Arm deken. Ja, want wij hebben hier een deken op tafel. Trouwens, jullie kunnen dat niet... Zie dat is net buiten beeld, is zo. Ja, dat is mooi. Oh, oh my god. Hij heeft ook nog helemaal schoentjes en zo. Hier ga ik even mijn schoentje 1 uit. Hier ga ik even bij staan, jongens. Want, en meisjes. Waarschijnlijk hoeveel meisjes. Maar dit vind ik wel een beetje lastig. Even de sokjes uit. Krijgt hij start gewoon weer aan, want ik ben niet zo van de nieuwe sokjes zoeken of zo. Ik ben er niet zo van. En ook niet met de matches, maar deze vond ik gewoon leuk. Want de tekst is, hey, I am nieuw hier. Dus dat vond ik wel bij passend, want hij is nieuw, ja. Nou, niet zo heel nieuw. Niet heel nieuw, maar hij is wel... Hij is niet de ene nieuwste, hè? Ja, hij is nu de ene. Dat vind ik niet leuk, want nu is hij niet meer de jongste, dus mag hem niet de schattigste noemen. Natuurlijk wel. Nee, die is toch jouw schattigste? Dat zag er waarschijnlijk heel zielig uit, maar hij voelt dat grappig. Hoe weet jij dat nou weer? Hij komt lekker een lach op, omdat hij toch lacht. Kijk naar zijn gezicht. Kijk dit dan. Zo. Ik ga hem aan de benen uitdoen. Nasty. Wat is er? Ik hoor zijn hoofd hard tegen de tafel aankomen. Ja, ze is irritant. Die heb ik van mijn moeder gepikt. Mijn moeder, hey Henk. Oh ja, mijn moeder, hey Henk. Oké, laten we dit er maar niet in. Mama kan niet knippen. Nee, klopt, maar maar even. Gaan jullie wel even serieus nog opnemen? Doe serieus! Oké. Ik weet niet hoe lang het nu al duurt. 13 minuten, jongens. Oh my god. Ik denk dat hij een beetje vlagoortjes heeft, maar... Vlagoortjes, oh my god. Mama vindt van niet, maar... Mijn oortjes gaan direct... Die Sophie wilde. Ja. Ga verder. Kijk, deze gaat tegen het hoofd. Ja, sorry, jongens. Ik ga even met... Het speelt. Kijk, zie je die of zo? Dit kan je als de kinderen opnemen. Een dinosaurus. Kijk, ik zie een dinosaurus, jongens. Dinosaurus. Oh my god. Volgens mij ben ik hier de oudste. Nee, dat klopt. Maar ik voel me wel de oudste. Want als we in de zomer zitten en mama en Sebastian die gaan altijd gaan naar de winkel en wij blijven thuis, moet ik altijd de deuren dicht doen. Ja, want wij zijn tieners en wij willen dat gewoon doen. De ramen dicht doen, anders moet ik doen. En hun zitten vervolgens gewoon lekker achter in de tuin. Dat is niet helemaal waar. Dat is wel waar. Wie werkt het al? Eerder? Of Lisa en Rijn. Eerder? Deed jij helemaal niks en moesten Lisa en ik... Ja, en nu doe ik alles. Nu doe ik alles. Ja, nu komen wij in de tijd. Hou toch op, jij schijnkindje. Dat vind ik niet zo aardig, jongens.
laat hier geen kleine kinderen naar kijken, want er wordt ingeschoten door Sofie. Ja, gelukkig waar. Want het moet toch ook geen omscheld video zijn. Je mag er toch dingen in zeggen wat je zelf wil zeggen. Ja. Nou, oh, deze het klinkt wel gezellig, dames. Ja, is het ook. Oké. Kunnen we Martijntje zien of niet? Half. Nee, net niet. Maar half. Ik krijg deze broek niet aan, dus het... Ja, en ik krijg dit ding niet aan, uit. Kijk, mijn struggelen met deze mouwen. Ik zit lekker op YouTube. Yes, gelukt. Ik zit lekker op YouTube, zegt ze. Goed, ga je iets nieuws... Oh ja, je gaat hem een nieuwe romp eraan doen, hè? Yeah! Nou, doe even normaal. Oh. Nou, mama. Gewoon even op een gewone normale manier. Ja. Volgens mij heeft hij nu een broek van Kek aan, maar... Ga ik jou maar even aan. Hij past hem wel. Door. Ja, geef mij die maar, hè? Ja. Ga jij hem maar aankleden. Nou, je hebt die van mama gekregen. Deze heb ik toen een keer van Marloes gekregen. Zo. Maar Martijn, die is helemaal aangekleed nu. En hij heeft zo'n mooi sloeg takje aan. Nou, een kleding aan. En zijn ik ben even aan het kijken wat ik eerst ga doen. En dat is de luier. Zijn kerstpakje is daar ergens. En Martijn, die is nu... aangekleed. Ik ga even kijken wat ik met zijn haar ga doen. Waarschijnlijk ga ik even kijken naar... Sorry, daar ging een poes. Een poes die wou heel graag denken van... Ik wil graag poes zijn, dus... Nee, op de video. Nou, klaar, Sofie. Jolijn is nou even Martijn zijn dacht, ik ga die standaard omgooien. Maar ik ga even kijken naar zijn haar. Of ik dat met dezelfde tanden, babytandenborsteltje kon doen. Want hij heeft heel krullig haar. En ik heb zelf ook krullen, maar niet zo erg als hij. En ik hou gewoon van zijn haartjes doen. En anders doe ik hem toch een muts op, dus is dat niet nodig. Maar ik denk dat ik nu even zijn haartje ga doen. Dus mag ik dat tandenborsteltje? Dat vind ik ook. Jawel, dat mag je wel even van me lenen. Doe hem even een klein beetje omlaag, zodat... stille bij is. Is dit water? Ja. Oké. Okay. Hoe ga ik dat doen? Zweethandjes. Nou, Martijn maar even op zijn buik liggen, denk ik. Zo. Oh, dat is echt heel schattig. Ja, zo. Hij kan kruipen, hè? Die Richard ook kan kruipen? Ja. Hij is ook al zo flink. Hoe oud is hij nu? Nog niet eens een jaar. Nee, hij is van oktober. Hoe oud is Martijntje nu? Iets van 3, toch? Ja, Mimi, nou ga je zo meteen weer de camera omgooien. Hup, mam. Ik stuur niet. Even een kat weg. Nee, die is van Kim. Dat drinken, toch? Nee, die is van mij. Oh, van jullie. Mag ik? Ik heb hele erge dorens. Ja, als chocolade. Oké, ik ga even drinken. Zal ik jou even helpen met... Ja, en ik heb zweethandjes en dat helpt niet echt met kleine moutjes. Die al niet open willen, echt. Ja, Richano heeft van die open handen met uitstekende vingers. Dat is als je een moutje aantrekt echt super vervelend. Nou, ik heb zijn handen door. Wat is dit? Moet niet overal aankomen, dat is een zo'n jakbal. En dat is ook helemaal niet relevant voor jouw video. Dat is niet mijn video, het is jouw video. Ja,
inderdaad. Je weet wel dat al mijn abonnees er naar kijken, hè? Ja, maar dat zijn gewoon mensen die weten dat je kinderen hebben. En kinderen die zijn gewoon gekkies, weet je? Ja. Ze weten ook wel dat kinderen gekkies zijn. En daarom nemen ze ook zulke kinderen. Die zijn stil en die, ja, die blijven gewoon liggen. Of je neemt Lise. Soms is het aan te raden om inderdaad het bij deze kinderen te houden. Ja. maar hoeveel abonnees heb je nu, mama? 52 of 53. Alle abonnees jullie, dat jullie mijn moeder volgen. Waarschijnlijk is mama er heel blij mee. Nee, dus. Echt wel. Mama is blij dat ze tenminste mensen in het leven heeft. En ik hoop ook dat ze blijven nadat ze deze video hebben gezien. Ja, jongens, we zijn maar kinderen. Jongens, we zijn kinderen, weet je. Kinderen in het leven bestaan. God. Ik weet niet wat je allemaal gaat doen, maar ik zou nu nog stoppen nu het nog kan. Plakhandjes. Plakhandjes ook nog. En daarmee zit je aan jouw lieve schat. Doe dat gewoon dan niet, joh, gekker. Zijn plakhandjes van zweet. Ja, jeetje. Ik heb er in jouw haar. Ja, ik ga wel hier zitten. Je hebt van het verschrikkelijk lange haar. Oké, jongens, ik heb zijn haar gedaan. Ik zal het even filmen. Kijk. Ja, moet je wel. Ja, daar, ja. Daar, ja. Mooi. Hier heb ik naar achter en hier heb ik naar voor gedaan. En zo ziet het er van voor uit. Gewoon netjes gedaan. Maar, Lijn, er druppelt water over zijn gezicht heen. Daar kijk ik even zo naar. Je hebt er al een hele mooie swirl in gemaakt. Een baby krul. Kom maar even kijken, Kimmer. Kijk. Ja, mag ik wel even kijken? Ja. Ja hoor, Kimmer de Pimmer de Pim. Kimmer de Pimmer de Pim. Er zit zelfs een poes bij je. Kijk. Ja. Jongens, dit is Mimi. Dit is mijn baby. Kijk op mijn baby. Je hebt er echt een krulletje in gemaakt. Ik hou van zijn haar doen. Alleen er druppelt water op zijn gezicht alsof hij aan het huilen is. Kom maar, poes. Ik vind het zo emotioneel. Gaat-ie tegen. Nou, dan gaan we weer met die vingers van mijn jongen. Ik hou van mijn Mimi. Veel plezier, Mimi. Nee. Niet de camera anders erboven, hè? Ze duwt altijd de camera anders erboven. Ik vind het allemaal niet leuk. Maar ja, ze doet het toch. Het is maar een kat. Ja, ze weet het ook niet, hè? Huh, wat gebeurt er? Batterij is zwak. Oh, sorry jongens. De flits houdt ermee op, jongens. Die wil niet meer. Zo, dus dan zonder flits verder. Ja. Dat krijg je als je s'avonds filmt en je batterij niet zo heel goed is. Nou, die is de hele dag al niet zo heel veel. En we hebben natuurlijk ook al een video opgenomen, hè? Zo. Nou, alleen zijn... Wat heb jij nou weer? Hey. Ik had gaat er wel een keer met die dop vandoor. Wou je zijn schoentjes ook nog aan hebben, Sophie? Ja. Zo. Okay. Nou, kom je die zelf doen? Ik heb hem in zijn shirt en zijn broek gehezen. Kijk, Sophie heeft, heeft het makkelijke en het... Ze zit ook een nadeel aan. Maar Sophie's haar is erop, die van Richiano, is erop getekend. Dus als het kan niet gaan krullen en zo. Maar ze kan het ook niet in een kuif doen of zo. Dus dat is wel vervelend. Ja. Maar Richiano, we houden van jou, Richiano. Oh nee. Oh nee. Kijk, een flesje naar voren. Nee. Je doet het wel echt zoals het hoort, inderdaad. Ik hè? Ja, je moet een puntje vasthouden met je vinger en daar draai je dan raar omheen. Maar je moet wel eerst een kroontje vinden, zeg maar. Wat is een kroontje, mama? Hij heeft nu een pluimpje. Jongens! Een ploempje. Een ploempkapkap. Daar heb ik mijn afgeschud. Die liggen hieronder, de snoepjes. Aha.
Denk al, mag niet meer uit. Jij mag niet meer weg. Nee, hij is iets meer verschoven, dit ding, maar... Ja, maar aan zijn haar zit echt super mooi, Jolijn. Oké, ik kan later babykapster worden. Bestaan die? Vast wel. Geen idee. Maar of je neemt gewoon veel kinderen. Ik kan met uren doen trouwens. Het haar doen, dan kan ik het uren doen. Ja. Het was die rotzak en een dopje waar ik moet. Oh, jongens, het hele kleed gaat aan en al van mij. Ja. Zo, in de arm van Luciano. Ja, wat zit zijn haartjes mooi. Knap gedaan, Jolijn. Heel mooi. Zo, even die arm van Luciano. Ja, ik kan dat bij jullie doen. Ik kan hem ook een kuif geven, maar... Ik denk dat dat voor een andere keer is. Nou, dit is het resultaat dus. We gaan even kijken of we het goed erop kunnen krijgen. Het resultaat is dit. Ze hebben allebei mooie frisse kleertjes aan. Schoentjes aan. Nou, hij doet kietel. Dus dat is het. Ze zijn weer klaar voor een lange tijd. En nu gaan ze lekker slapen en dan kunnen ze weer lekker geknuffeld worden. Toch, Sophie? Ga je de video nog afsluiten? Sophie is gewoon tussen al op haar telefoon een filmpje kijken of zo. Nee. Wat is er dan? Toch alles fout. Nee, je doet niet alles fout. Je zit altijd alleen zo gek er doorheen te fluiten en te zingen. Ja, omdat ik een kind ben. Kinderen doen dingen, ja. Oh. Nou, gaan we even jullie video afsluiten. Oké. Wat zeg jij altijd eigenlijk? Nou, fijn dat jullie hebben gekeken naar deze video van ons. En eigenlijk van mama. Maar ik vond het heel leuk om te doen. En het was ook nodig, want Martijntje, die was helemaal... Nog in de kerststemming. Ja. Gewoon later tot volgend jaar, zeg maar. Zodat ik je van maar... Zijn haar was ook helemaal gek geworden en iedereen zei, oh nou Martijntje, het wordt nu al tijd dat je gaat omkleden en zo. Dus, nou, en Luciano, Sophie, wat was er met Luciano nodig eigenlijk dat hij ging omkleden? Hij had gewoon al een paar weken lang dat aan, dus ik dacht, ik ga hem weer eens een keer omkleden. Mm-hmm. Ja, dus... En hun namen een video op, dus ik dacht... Daar heb ik ook wel zin in. En ik ook, dus toen deden we twee aparte video's. Fijn dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En abonneer, want dit is niet altijd deze gekke huis. Normaal is het gewoon heel rustig met mama, maar nu is het een gekke huis. Ja, dat klopt. Tot de volgende video. Doei!